Het bestuur van de Anton de Kom Universiteit heeft in 2016 bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd die een besparing van ongeveer 5 miljoen SRD op de begroting hebben gerealiseerd. Dit gaf Jenny Johns, Christopher, secretaris van het Adecus bestuur, vrijdag aan tijdens een persbriefing van het instituut. Zij zegt ook dat er in 2017 verder zal worden bezuinigd, onder meer op elektriciteit, telefoon en transport. Volgens Johns worden er ook gesprekken gevoerd met het ministerie van Onderwijs om iets meer subsidie te krijgen om de stijgende kosten te kunnen dekken. Vooral omdat de uitgaven van de universiteit in de afgelopen periode meer zijn geworden. De secretaris wijst erop dat er manieren bedacht worden om meer inkomsten te genereren voor het instituut. Een volgende manier om de inkomsten te verhogen is de derde geldstroom. De projecten, de dienstverlenende projecten die de universiteit uitvoert, maar daarnaast ook andere soortige projecten. We hebben in begin van februari een masterclass gehad van bedrijfskunde. De samenleving was enorm meegenomen met deze masterclass. De eerste masterclass had pakweg 40 aanmeldingen, inschrijvingen. Dat zijn allemaal mogelijkheden die er zijn, die we moeten uitbuiten om ook aan de inkomstenkant te werken en ervoor te zorgen dat de universiteit meer opbrengsten binnenkrijgt. Ik heb dus de financiële zaken een beetje samengenomen met de planning. En we blijven de begrotingen strak monitoren, omdat het dan alleen mogelijk zal zijn om het hoofd boven water te houden. Maar we zijn positief gestemd, dit bestuur. We hebben een goed team aan medewerkers die ons ondersteunt in dit traject om deze financiële doelen in 2017 gerealiseerd te krijgen. Jack Menke, voorzitter van het ADEC-bestuur, zegt dat het instituut ook werkt aan het verruimen van de verstrekking van wetenschappelijke informatie aan de samenleving. Zodoende kan de kennis dat het instituut verzamelt ook naar mensen toe. Dit zal op verschillende manieren gebeuren, geeft de voorzitter aan. U weet ook dat wetenschappelijke publicaties zijn niet altijd goed toegankelijk voor het bredere en het grotere publiek. En een van de manieren om toch zaken ook dichter bij het publiek te brengen zijn workshops en dus ook masterclasses, weet je, om wat te noemen, dus via het onderwijs. Maar workshops en lezingen op korte termijn kunnen natuurlijk ook heel informatief zijn. En ik denk aan gisteravond, na de accreditatie van scheikunde, was om 6 uur afgelopen, dus het positief advies. En er was ondertussen een hele interessante lezing gaande, eigenlijk een panel over medicinale planten, maar ook het gebruik van medicinale planten en kruiden. Dus zelf voor cosmetische doeleinden, dus ook hele praktische informatie. En ik moet zeggen, het was een bomvolle zaal, dus wat aangeeft dat, het was de aula van het IGSR, dat ook de universiteit op termijn gaat moeten uitkijken naar grotere accommodaties om dit soort activiteiten te kunnen doen. Jack Menke, voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit. Hij sprak afgelopen vrijdag op een persbriefing over onder andere onderwijs, studentenzaken en wetenschappelijke kennisontwikkeling.